Tot voor kort fungeerde in de rijke wijken van Nederland, met de dure huizen, de container als statussymbool. Met zo'n grote bak voor de deur gaf je aan: wij zijn hier in beweging, het geld moet rollen en wij maken iets moois van het leven. Vaak ook bleef de container staan als de verbouwing al was afgelopen. En dat is het nieuwe statussymbool met het signaal: wij verbouwen wanneer wij daar zin in hebben en de pot is nog lang niet leeg. Maar ja, die containers dat zijn ook loodzware obstakels. En daar is nu een veel handzamer statussymbool voor in de plaats gekomen: de mobiele wc. Bij de verbouwing van een kapitaal pand willen de bewoners niet dat de arbeiders de luxe toiletpotten binnenshuis vervuilen. Maar steeds vaker zien we in die rijke wijken dat dat nieuwe statussymbool, de mobiele wc, blijft staan, ook als de verbouwing is afgelopen. Het huispersoneel, de werkster, de chauffeur, de tuinman, de kok moet daar dan gebruik van maken. Straks na de verkiezingen, met een nieuwe regering in de maak, zal het binnenhof overstroomd worden met lobbyisten die allemaal hun onderwerpen hoog op de politieke agenda geplaatst willen hebben. Als Nationale Mental Coach begin ik een eerste lobbycampagne met een stevig pleidooi voor het openbaar stellen van de mobiele wc's. In het verleden hebben regeringen geprobeerd een eind te maken aan het wildplassen met hoge boetes en het plaatsen van plasgoten. Maar daarmee zijn de problemen voor met name de vrouwen in Nederland niet weggenomen. Nog altijd gebeuren er met Nederlanders in hoge nood heel vervelende ongelukjes. Een oplossing is simpel: stel in de rijke wijken de permanente mobiele toiletten open voor het publiek. En plaats in de achterstandswijken gratis toegankelijke mobiele wc's. Gefinancierd uit de bezuinigingen op de straatveegkosten. De nood is hoog. Hier een perfect mobiel toilet. Geen verbouwing, geen statussymbool. Maar. Ja, daar kan ik er ook niks aan doen. Dan moet het in het wild. Sorry, sorry.